Hallo Luc, dankjewel dat je mee wilt doen aan dit programma voor de Wereld Autisme Dag. Nou, misschien kan je jezelf even voorstellen, je volledige naam en wat je doet zoal. Ja, ik ben Luc Dona en ik werk op Julius School De Atlas hier in Dordrecht. De Atlas is een cluster 4 school en op die school zitten onder andere ook leerlingen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum. En met name in mijn klas zitten veel leerlingen met autisme eigenlijk. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere aanverwante stoornissen waar wij op school mee te maken hebben. Ik heb voornamelijk leerlingen met autisme in de klas. Welke leeftijd hebben die kinderen? En de groep die ik draai is groep 7-8. Ja. Ja. En hoeveel leerlingen zitten er in die groep? Er zitten 14 leerlingen in de groep. Meest van die leerlingen zijn jongens. Ik heb 3 meisjes in de klas zitten. En ja, leuk. Hoe lang doe je het al? Ik ben begin dit kalenderjaar kreeg ik te horen dat ik 12,5 jaar in dienst was bij Julius. Dus nou ja, 12,5 jaar en een paar maanden. Ja. Altijd op de Atlas lesgegeven. Dat is nu altijd op de Atlas geweest. Ja. Heb je specifiek gekozen voor het speciaal, mag je dit speciaal onderwijs noemen? Ja, het is speciaal onderwijs. Niet speciaal. Nee, ik heb daar niet echt specifiek voor gekozen. Ik ben er eigenlijk min of meer een beetje ingerold. Ik werkte eerst in Tilburg op een reguliere school. Ik woonde toen al in Dordrecht en ik zocht een baan in de buurt. En deze baan die kwam vrij, dus ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Ja. En kan je vertellen hoe je dag er nu uitziet en misschien ook hoe die er anders uit zou zien als er geen corona was? Ja, nou wat heel belangrijk is voor leerlingen met autisme, leerlingen uit mijn klas, is dat ze structuur hebben. Dat er voorspelbaarheid is. En dat leerlingen voelen dat er een sfeer van vertrouwen heerst. Dus dat is normaal zonder corona. Dus gewoon op school ziet er dat uit als je begint iedere dag op dezelfde manier. Je hebt een vast rooster. Eigenlijk ankerpunten waarin de hele dag aan opgehangen wordt. Leerlingen zien dan van oké, dat herken ik, dat biedt vertrouwen, het is herkenbaar, het is voorspelbaar. En dat biedt ze de ruimte om tot leren te komen. Als dat niet zo is, dan worden ze overspoeld door prikkels. Wat moet ik nu, dit heb ik nog nooit gedaan, dit ken ik niet. En dan is er daardoor minder ruimte of geen ruimte om tot leren te komen. Nou, dat is normaal gesproken. Nu valt eigenlijk door deze hele coronacrisis die hele voorspelbaarheid, structuur valt weg. Want alles is anders. Dat snappen wij. Wij kunnen dat begrijpen. Voor leerlingen, kinderen met autisme is dat soms een stuk moeilijker te begrijpen. Zij willen het liefst zwart-wit. Ja, nee. Duidelijkheid. En sommige dingen zijn nu niet duidelijk. Zijn gewoon afwachten, kijken hoe het gaat. Ik probeer ook nu, want ik heb veel contact met mijn leerlingen, toch een bepaalde structuur op te bouwen. Een bepaalde duidelijkheid en voorspelbaarheid. Ik begin iedere ochtend met een vlog, heet dat geloof ik. Ja. Ik maak gewoon een filmpje van mij hier in de tuin of als ik toevallig op school ben op school. En ik vertel wat er gaat gebeuren die dag. Of ik speel een stukje op mijn gitaar en laat dat horen. Of ik maak er een quizje van. Ik had van de week raad het geluid. Nou, dan konden leerlingen het geluid proberen te raden. Dat insturen met een appje en dan aan het eind van de dag werd dan de winnaar gekozen. Een beetje die dingen. Maar dat zit dus, die structuur, die ben ik nu aan het opbouwen. En ik hoorde net in de persconferentie dat het nog een tijdje langer gaat duren. Dus dat blijft ontzettend belangrijk. Daarnaast hebben wij op de Atlas het voor elkaar gekregen om een soort van digitale inhaalslag te maken
van waar normaal gesproken we nou, misschien wel een jaar over zouden doen. Dat hebben we nu even in een week voor elkaar gebokst. Dus dat betekent dat al onze leerlingen bij ons op school via een laptop of een Chromebook of een computer op afstand werk kunnen maken. Ik zeg per definitie nog geen les, maar ze kunnen in ieder geval werk maken. Werk wat ze herkennen, werk wat te maken heeft met de dingen die ze anders in de klas ook gedaan zouden hebben. Maar het is nog geen les. We zijn nu wel aan het verkennen, zeg maar, om te kijken van ja, hoe kunnen we toch ook les gaan geven. Want ja, als het nog tot 28 april gaat duren, dan ga je enorme leerachterstanden krijgen. Ik denk dat we dat verlies sowieso moeten nemen. Maar dat het dus wel belangrijk is dat we op een of andere manier gaan kijken van hoe kunnen we die leerlingen toch een beetje gaan helpen en les gaan geven. Nou, ik probeer dat al via thuis met een presentatie maken en dan met Hangouts Meet van Google is dat. Nou, mijn leerlingen kunnen allemaal inloggen op een Chromebook of op een Google omgeving. Kunnen met mij meeten, dus met videobellen noem ik het tegen ze. Ja. En ik kan ze een presentatie geven. Dus wat ik dan op mijn scherm zie, zien zij ook. Ja. Daarbij kan ik uitleg geven. Ik koppel daar YouTube-filmpjes aan. Waar YouTube staat vol met uitleg over procentenbreuken, werkwoordelijk gezegd, noem maar op. Dus die koppel ik er ook aan. En op die manier krijgen ze toch een beetje les al. Ja. Kinderen hebben daar bij mij in de klas ook de mogelijkheid toe om zich daartoe in te schrijven. Ik deel documenten met ze. Bijvoorbeeld een rooster van, nou dan geef ik die lessen, schrijf je in. Je moet je minimaal één keer in de week voor een les ingeschreven hebben. En ja, op die manier zie ik ze. Ik heb contact met ze, ik app met ze, ik heb contact met de ouders. En ja, dat, zo ziet mijn dag er nu uit. Ja, ja. Heel intensief denk ik. Heel wat meer uren misschien ook? Of? Niet meer uren, want andere, normaal gesproken zijn het voor mij ook gewoon lange dagen. Het is anders. En, want ik me nog afvroeg, want je zei van ik kan nog niet online lesgeven. Je kan ze wel één voor één zeg maar telefoon, video bellen, wat je, maar je kan niet de hele groep tegelijk. Niet de hele groep tegelijk. Nee. Wat ik wel doe, is niet één voor één, maar gewoon met z'n drie of z'n vieren. Okay, ja. Dat is ook te overzien. Ik denk dat het voor leerlingen met autisme, met een hele groep, tegelijk iets nieuws gaan doen. Op afstand op die manier les gaan geven, dat een brug te ver is. Ja. Nu, hoe dat over een paar weken is, dat is nog maar de vraag. Daarnaast heb ik ook aangegeven, ook in het team, dat het belangrijk is om ons ook te verplaatsen in de ouders en in de kinderen. Er komt heel veel op ze af. Wat ik bij mij in de klas zie, is dat leerlingen beren op de weg zien, angstig kunnen worden voor iets, angst voor het onbekende. Nou, de hele situatie is onbekend, ingewikkeld. En dus zijn er leerlingen die daarmee zitten. Op het moment dat een leerling daarmee zit, komt hij niet tot leren. En is het maar de vraag of dat het ook lukt om echt aan het werk te komen. Dus ik heb contact met ouders, ik spreek met ze af, doe wat kan. Maar lukt het niet, ga het niet forceren. Hou het gezellig. Zeker nu het nog een aantal weken langer gaat duren. We moeten er met z'n allen heel doorheen komen. Ja. En dan bedoel ik vooral ook ouders en kinderen mee. Ja. Merk je dat het, voel je dat aan of zeggen kinderen wel eens van, van we hebben veel ruzie of ik kan niet bij komen of ik, noem maar wat. Ja. Dat is niet in de zin van veel ruzie, maar ik krijg wel eens een appje van, en dat geeft ook heel mooi aan hoe dat het werkt. Ik krijg een appje van een moeder van, nou, het gaat echt niet en hij is boos en hij snapt het niet en het is te veel. En dan denk ik, oké, ik ga die jongen even afspreken dat hij met mij kan meeten. Dus ik zie hem weer op mijn scherm, hij ziet mij
hij ziet aan mij, oh, meester Luc heeft het onder controle, of die weet waar hij nu mee bezig is, of er straalt in ieder geval een bepaalde rust vanuit. En die jongen zegt, nee, maar er is niks aan de hand. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is, maar dat geeft dus aan hoe belangrijk het is voor dit soort kinderen. Dat hun begeleiders, ouders, volwassenen om hen heen de rust blijven houden en laten zien, eerlijk zijn, maar laten zien, ja, het maakt mij niet al te zeer in de war. Je moet je zo zien, als leerkracht ben ik een anker voor ze. En op het moment dat ik het niet meer overzie, dat ik in paniek raak, dat is zowel in de klas als achter een scherm, dat ik mijn emoties niet meer in de hand heb, onder controle heb, ja, dan zijn ze hun anker kwijt. En dan gaan ze precies hetzelfde gedrag laten zien. Worden ze ook boos, worden ze ook angstig. Wat ik laat zien, is wat ik van hen terugkrijg. Dus dat is altijd, en dat is soms, ja, dat is wel de kracht, zeg maar, van leerkracht zijn met leerlingen met autisme. Zorg dat je het in ieder geval voor de leerlingen, vanuit de ogen van de leerlingen, onder controle hebt. Heb je het niet, speel het dan. Maar speel het overtuigend. Ja. Ja, en dat is zo, dat werkt. Ja, ja. Nou, ja, heel mooi, denk ik. Ja, ja, ja. Maak je je zorgen om sommige leerlingen? Of? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Er zijn leerlingen die floreren nu. Dat is de andere kant. Hè. Er zijn leerlingen die er super bij gebaat zijn. We zitten thuis in een duidelijke, fijne omgeving waar ik me prettig voel. Ik heb een duidelijk schermpje voor me. Ik weet wat de opdracht is. Af en toe krijg ik les van meester Luc. En ik kan vooruit en krijg berichten terug van ouders van wauw, hij doet het geweldig. Er zijn ook, de andere kant is, van die zijn leerlingen die denken, ja, school is school en thuis is thuis. En ik ben nu thuis, dus de vakantie is begonnen. Ja, die gaan een leerachterstand krijgen. Dus daar ben ik mee aan het bellen. Ik ga kijken van, ja, wat is dan wel mogelijk? Maar dan nog, ik ben er niet bij. Ik kan het niet voor ze oplossen. Dat zullen ouders moeten doen. En dat is een zware taak. En daar wil ik echt, echt heel erg benadrukken. Dat een ongelooflijk zware taak is. En ik kan dat uit mijn eigen omstandigheden onderschrijven. Ik heb zelf een zoontje uit de leeftijdsgroep van mijn klas. Met autisme. En het is echt niet zo dat mijn professionele houding die ik op school heb automatisch kan vertalen in een soort van professionele houding thuis. Want dat werkt zo niet. En dus ik weet als geen ander voor wat voor zware taak ouders staan als ze thuis geconfronteerd worden de hele dag met weerstand, onbegrip, angst om de onduidelijkheid. Ik wil niet gaan werken, want ik ben thuis. Nou, alles is anders. En ga daar maar eens aan staan. Om er toch duidelijkheid, structuur, regelmaat, nou ja, noem maar op, en aan te brengen. Mm-hmm. Dat is echt ongelooflijk zwaar. Dus hierbij echt petje af voor al die ouders van mijn leerlingen, van leerlingen bij ons op school, van eigenlijk leerlingen in het hele cluster 4 onderwijs. Ja, die hebben het ook zwaar te verduren. Ja, zeker. Okay. Nou, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Ja, oké, okay, en succes. Dankjewel. Komende weken. Ja.